Dat waren ze bijna vergeten. Dat leuke clubje met die prachtige shirts uit die heerlijke rauwe stad Tilburg. Maar als ze vandaag winnen van FC Groningen, dan promoveert Willem II en ontploft deze stad. Willem II, stoere kerels, trots van het voetballand. Zo, je hebt er zin in? We gaan het binnenhalen vanavond, jongens. Oh, wacht, hij gaat wat laten zien. Het Eredivisie ook staat er al op. Ik was even bang dat ik er weer eentje had die een tato had laten zien. Nee. Oh, dat kan hier goed. Kijk! Nou weet ik dat we in Brabant zijn. Vader van Boer Harm. We waren jullie bijna vergeten in de Eredivisie. Nee joh. Nou joh. Dat kan niet, hoe heet dat? Eredivisie? Dat is nog maar 2 jaar geleden. Gaat snel hè? Dat vind ik een hele rare gedachte, want Willem II is een echte Eredivisie club. Wij horen hier gewoon thuis. Ja, dat snap ik. 2 jaar afwezig en dan ben je vergeten. Waar blijven jullie? Ja, we komen eraan. Kan ik dat wel met zekerheid zeggen? Nou, ik heb wel een goede hoop dat Willem II gaat promoveren. Het voordeel is dat het niet één finale is. Willem II heeft 3 kansen. Ik bedoel, volgende week tegen Dordt en de week daarna nog tegen Telstar. Dus ik heb wel het idee dat het in die 3 wedstrijden gaat gebeuren. Maar voor de wedstrijd van vanavond heb ik wel een beetje angst. Altijd billen knijpen. Dat is ook het enige wat er strak is bij mij, met mijn billen. Oh. Dit niveau wordt het. Ja, dat is niet van de sportschool, dat is van hier. Wat missen wij eigenlijk in de Eredivisie dat Willem II er niet was? Elke 2 weken een bomvol stadion met 14.000 man. Passie en een hele goede achterbaan. Een historische club, een van de oudste clubs van Nederland. 1896 uit mijn hoofd zijn we opgericht. Het uitvak vooral. Maar ook het uitvak is veranderd, ook dat is niet helemaal lekker meer. Dus ja, dat is helemaal kut. Het uitvak is een vesting. Probeer hier een positief item te maken, ja? We gaan dit jaar kampioen worden en dan komen we volgend jaar weer terug. Hoe was het de afgelopen 2 jaar? Dramatisch. Ik wil het niet aan herinnerd worden, maar ik herinner het wel. Het was echt verschrikkelijk. Vreselijk. Ik heb me er doorheen gesleept, ja, maar ik vind het nou wel goed geweest. Ja, hel. Hel? Ja, ik ben zelf geen Willem II supporter. Dat is... Ja, het zijn 2 donkere jaren geweest. Vorig jaar zeker, met dramatische play-offs als treurig sluitstuk. Nog zo'n jaar kan jij niet hebben. Nee, weet je wat het is? Vrijdagavond is gewoon kut. Nee, ik vind het ook wel leuk hoor. Het is hele week gewerkt en dan moet je op vrijdagavond kopsel om naar het kutvoetbal komen. Daar heb ik geen zin in. Heel eerlijk gezegd komt mijn vrijdagavond beter uit. Maar dat is... Dat moet je eigenlijk niet zeggen. Nou, ik heb nog 1 gelukje gehad. Kijk, bij ESPN doe ik voetbal op vrijdag. En dat is dan wel leuk dat Willem II daarbij zit. Waar je nog een beetje met extra belangstelling naar kijkt. Dus dat heeft mij er wel even doorheen gesleept de afgelopen 2 seizoenen. Wat gebeurt er met deze stad als je vandaag promoveert? Gekhuis. Dan ontploft de stad. Ja, we staan hier bij het stadion. Je ziet al wat mensen 1,5 uur voor de wedstrijd zich verzamelen. Ik denk dat er hier 14.000 man eerst hier een feestje maakt en dan die kant op richting de stad gaat trekken. Waar moet je dan zijn in de stad? De heuvel, hè? 1,5 feest. En dan gaan we naar de heuvel. Vanaf hier tot aan de heuvel, 1 grote polonaise en jij loopt voorop. Hey, deal. Wat wordt het? 3-1 voor Willem II. Ik hoop 0-2. 2-0, sorry. Oh. Oeh, 2-0, 2-0. Helemaal niets in Groningen. Al wel een puntje. Nee, helemaal niets. Wesley Sneijder, legend. Kopbal 2010. Ik was amper geboren, maar dan nog. We geven het door. Maar wie zit er aan tafel dan? Dat weet ik veel. Ik niet in ieder geval. Wim Kieft, favoriete analist ooit. Come on, promoveren! Vandaag niet, maar binnen nou 14 dagen dan gaan wij promoveren. Andy? En die van de meiden ook, hou ik van. Dikkie advocaat. De beste trainer van Feyenoord ooit. Die hebben we nog meer zitten wel eens. Hugo Borst zit er wel, maar vind ik een beetje zeikert. Een zure Spartaan. Ben je van die Twan van Peperstraten? Hij is wel twee, maar hij moet wel eens huilen. Hoe ga jij het beleven straks? Dan gaan we wel een paar gele ridders in, ja. Denk. Emotioneel? Ja, ja. Ja, word je weer emotioneel? Ja. Dat zit je altijd, dat vind je leuk, hè, om daarover te beginnen. Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Ja, ja, ja. Het is een schat van een jongen. Het is echt een schat van een jongen. Mij was een feestje beloofd, onder andere door jou, op een of andere heuvel. Dat zijn we nu nog niet. Dus één bedankt. Het gaat nog even een beetje langer duren, maar ja. Ja, sorry. Ja. Ben ik lekker op tijd thuis, dat wel. Dus we moeten even goed plannen. Ja. Volgende week is PSV, daar moet ik heen. Die worden kampioen. Tuurlijk. Dan kunnen we samen op een platte kaart. Dus als je niet volgende week promoveren of kampioen wordt die week op. Dan spelen we volgende week gewoon een zakelijk gelijk spelletje. Dan de week daarop hier Telstar thuis. Dan ben jij er weer bij. En dan gaan we naar die heuvel. Dan gaan wij naar de heuvel toe. Hou, doe een beetje. Je lijkt op Elvis, man. Elvis. Volgende week dacht iemand dat ik van Lingo was. En nu ben ik Elvis. Wij zijn bovenaan. Wij zijn bovenaan. Dan moet ik weer even geleden dat ze dat gezongen hebben.